Het is maar ijsig koud vanochtend hier in Amsterdam. Maar afgezien daarvan is die verwachtingen van hierdie dag baie opwindend. My goeie vriendin, professor Ena Jansen, gaan my voorstel aan mevrou Elisabeth Eybers. Ek is deeglik bewus daarvan dat mevrou Eybers nie onderhoude toestaan nie. En daarom is het vir my 'n groot eer dat sy wel besluit het om met my te praat. Sy word onvoorwaardelik beskou as Suid-Afrika se grootste digter. En in Nederland is sy ewig gesog. Haar gedigte bly by jou en word onthou omdat die gedig diep aan jou siel raak. Die jare het aangestap, ook vir mevrou Eybers. En terwyl ek op pad is na haar, onthou ek die strofe uit haar gedig Portret. Soos 'n gety wat nie meer beur, maar saggies wegsak van die land, so skuif die dun bloed langsaam deur die donker are op my hand. Eybers, ek voel baie geëerd om vandag hier te wees en baie dankie vir die tyd wat jy aan ons afstaan. Ek weet nie hoe om daarop te reageer nie. Ek lei baie afgestrokke lewe na die laaste tyd natuurlijk. Ek wil graag teruggaan na jou jeugjare in Schweizer-Reineke waar jy groot geword het as predikantskind. Dis waar, ja. Wat onthou jy van daardie jare? Ach, ek het natuurlijk baie, ek so sê, sorgeloose kinderjare gehad het, was gaan, my moeder was, voor sy met my pa getrouwd is, was wiskundelerares, was ook kort voor sy getrouwd is, was sy docent aan die Kaapse Universiteit, sy het ook regtige aanleg gehad vir wiskunde, en ek het my natuurlijk een beetje geskaam, weet jy, jy wil hê, jou ouers moet nie anders wees as ander kinders, sy ouders nie, maar die van die kerk. Sy weet van die, ja. Hy was ook so goed in wiskunde. En hy het sê nou nog vir my, sy was die beste lerares wat hy ooit gehad het, nou ja. Nou ja. Ja, dat ons haar vergewe, dat sy nie anders is. Maar ek het niks van haar wiskunde talent geërf. Nee, ek bedoel, ek het nou nie bly sit in die klas of so nie, maar ek het nooit bijzonder goeie cijfers gekryd. Maar jou moeder was eintlik Engels sprekend, was sy nie? Ja, haar vader was die professor in klassieke tale aan die Universiteit van Kaapstad, Bernard Leroux. En hulle huistaal, hoewel haar ma se nooit van was Bosman, maar om een of andere rede was hulle huistaal toch Engels. Dit was tamelijk gebruikelijk in die en bovendien, jy kon ook nie, eintlik nie gevorderde studie in Afrikaans maak nie, en sy het nooit so baie te doen gehad met Nederlands nie. Excuse me, maar ek wil graag jy moet praat oor jou pa se mooi Karoo Afrikaans, soos jy dit beskryf het. Ja, hy het altyd beweer, dit is die beste Afrikaans wat in Suid-Afrika gepraat word, is wat in Karoo praat, ek kan dit nie beoordeel nie. Hy was een van die heel eerste predikante wat in Afrikaans gepreek het. Hoe is dit so? Ja, ja. Jy sal het niks van onthou nie, maar in daardie dag het die meer conservatieve gemeentelede was baie teen die ingebruik van Afrikaans. Hulle het gesê, dit is ontheilig, die skrif. En dan was daar een aantal van sy stoere kerkraadslede die daar dan so voor die preeksel kom sit, en as hy begin in Afrikaans spreek, dan staan hulle op en aan, met vreselike harde geskopte in die grond loop hulle dan uit. Oh. En dan sit hy maar staan en maar so en wacht tot hulle allemaal weg is, en dan gaan hy weer verder. So dit was een groot protest. Ja, dit was hulle wou gehad, hy moest seker in, wat ons noem het Hoog-Hollands. Hoog-Hollands, ja, hy moest
En, wat inderdaad is die verschil, als daar een verschil is tussen Hoog-Hollands en Nederland? Ach nee, ik denk is maar net een verschil van benamingen. Ik denk niet dat hulle dit hier Hoog-Hollands noemen, maar wel... ja, ik geloof niet. Ik denk niet, nee, dat is Nederlands gewoon, ja. Wil je daar ook iets vertellen van jouw pa, wat een Kaapse rebel was en dan hoe hij uit die handen van de Engelsen gebleven? Hij werd school gegaan en op die Perl. En hij was in zijn matriekklas daar, toen hij weggelopen van die school in Transvaal toe gelift met groot moeite, geduimerij en aangesluit bij een boerencommando. En gelukkig was hij, is hij nooit gewond nie, of gevangen. Nee. Ja. En ja, hij heeft wel nou ontkomings gehad. Wat ook op mij indruk gemaakt is, als hij gewonde Engelse tegenkom, hoe natuurlijk die verhouding dan was en hoe blij was die mensen om hulp te krijgen. Oh ja. Hij had gezegd, je vijandschap is ontzettend moeilijk en om vol te houden. Je moet rechtig, maar hij had een baie lieve geaardheid gehad, een zachte geaardheid. Maar hij had moeite gedaan om post te adverteren. Ja. En toen daar uiteindelijk, ik weet die man zijn naam was Paloini, zoiets. Ja. Gekomen toen hij hem gaan halen afval op die statie. En die volgende dag had ik in die school gehoord van de kinders mekaar fluister oor mijn pa en sê, hy het my Biddy genoem as kind. Biddy se pa het die kaffer met die hand gegroet op die statie. Ja, dit is toe skande. Just ja, like, ja, dat ek kan het niet meer geloven. Nie, en hij was een zwart evangelist? Die man wat gekomen, het was een zwart evangelist. En waar had hij vandaan gekomen? Ik weet net, hij het gekomen. Mijn vader het geschreven aan inrichting waar hij opgeleid wordt. Oorzee of in Zuid-Afrika? Nee, in Zuid-Afrika, ja. Maar gelukkig daar die dingen veranderen, niet waar nie. Ja, ja, laat het. Het was zeker nogal eigenlijk vreemd om een Engels sprekende moeder aan de ene kant en dan een pa wat betrokken was bij die boerenoorlog. Ja, ach ja, maar ons het ook goede Engelse vrienden op die dorp gehad. En weet je, de heel wat goede, baie goede Joodse vrienden, wat die Joden was zo verstandig, hij had goed geleerd Afrikaans praat. En in hele winkels kon je of in Afrikaans of in Engels bediend worden. Ja. Dit was typisch. Bijvoorbeeld die schilderis Irma Stern. Irma Stern heeft ook, ook daar gewoond. Zij was een Jodin. Zij was een Jodin, ja. Zij was die, dat was twee sternfamilies, twee broers. Samuel en Leopold. Ja, ja. En die een was net terug in Duitsland om te kijken naar zijn belangen daar toen die oorlog uitbreek. En toen kon hij niet wegkomen, toen hij daar gebleven. En toen moest Samuel Stern weer zijn belangen en zijn Zwijzerinneke waardig. Maar ik weet niet precies wat die toestand was, nie, maar toen hij terugkomt, toen hij besluit dat Samuel hem tamelijk bedriegt. Die weet ik bedoel, dat hij meeste van zijn profeten in zijn zak gesteekt. En toen hebben die twee families niet meer met elkaar gepraat. Nie. En mijn ma was bevriend met albei die mevrouw Stern. Maar ik weet als één, als daar iemand aan die voordeurklokkie lui en ons gaan maken, die deur op, dan vir Leopold of Mrs. Samuel Stern, dan sê sy eerst, is Mrs. Leopold not here? Is Mrs. Samuel not here? En eerst is ons hulle verseker dat het in ieder geval was niet aan hulle ingekomen. Ja. So dat was maar destijds ook baie onder ons is. Ja, ja. Die Afrikaners het soms die naam gehad destijds dat hulle anti-Joods was, maar daar, ek het niks af van gemerkt in ons dorp. Ja, dat was zeker maar die verbintenis met Duitsland. Dus. Ja, zeker. Jou liefde vir die woordkuns, waar het dit begin? Ja. Dit is 'n lewenslange. Ja, ach, ek weet nie, ek het gehou van rympies, van gedigte. En daar was, ons het boeken in die huis gehad, dus ek het gelees. En omdat daar haast geen Afrikaanse literatuur was nie, het ons maar Engels gelees. Want ons was nie, ek weet, ek het... Mijn oma en tante het mij soms eens met kerstfeest of met mijn verjaardag mijn Nederlandse kinderboek gestuurd. Het is ook zo'n paar gehad. Je talenten is net zo ontluik met die jaren. Ja, ja, ik denk zo.
En ik heb de Engelse onderwijzer gehad, Lionel Bennett, wat rechtig voor ons ook beziel het met liefde voor poëzie. En ik kon daar een keer, moest ik, het hij interessante opstelwedstrijd geschreven. En ik kon toen ik mijn opstel terugkrijg, toen hij niet punten geschreven of opmerkers, niet al wat hij daaronder schreef, het was thank you. Oeh, en ja, dit was voor mij een verschrikkelijke compliment, ja. Ja, wonderlijk. Ja, dit onthoud ik nog zo goed. En toen daarna had jij bij de Universiteit van Witwatersrand gaan studeren. Ja, waarom mij eindelijk daar? Ik weet niet, behalve dat mijn twee zusters het naar Stellenbosch gegaan. En aan die, bovendien, dat was de universiteit, samen die normaal school. Dan heb jij een beurs gekregen. Ik denk mijn ouders kon niet bekostigen om nog een derde dochter te laten studeren, niet zonder een beurs. En heb je dan zomaar tegelijkertijd gekwalificeerd als onderwijzeres ook? Ja, dat je wat je dan behaalt, dat was BA O2. O2. Was zoiets bij. Ja. Tukkies ook geweest, denk ja. Ik. Ja. Je eerste bundel het al verschijnt toen je 21 jaar oud was. Hier. Ik denk zo, ja. Dat is geweldig jong, eindelijk. Ja, maar ik heb professor in Afrikaans, of was hij maar net de lector, was C.M. van Heever. Ja, hij was aan die hoofd van die departement. Van die departement daar, ja. Dit was ook een befaamde departement, nietwaar? Ja, ik neem aan van wel. Maar het was natuurlijk in die Engelse universiteit betrekkelijk beperkt. Ja. Je was veronderstelling om je een beetje te schamen dat jij niet uit de Engelse omgeving komt. Nee, ik weet het, was definitief die tweede rangse groep. Ja. Maar op universiteit, het jouw liefde voor die letterkunde toe al reeds sterk ontwikkeld? Ik denk zo wel, ja. Ik heb ook onze professor gehad uit Engeland aangesteld. Ik kan niet op zijn naam komen, niet, maar hij heeft ook baie interessante lezingen gegeven. Heb je reeds gedacht op universiteit? Ja, ik denk ik het op school begin. Ja. Jouw thema's waar jij geschreven hebt, was dit die thema's van liefde, van moederschap, was dit iets wat jy doelbewust gekies het, of was dit niet iets waar jy werkelijk belang gesteld het, of wat tot jou gesprek het? Ik zeg maar gewoon die werking van die hormone. Ja, misschien ook omdat alles wat te doen gehad het met voortplanting en zo was ook interessanter omdat het een min of meer verboden onderwerp was. Ja, tot redelijk onlangs is daar niet veel over gepraat. Nie. Ik denk zo, ja. Ja. Is het moeilijk voor jou om te denken aan een leven zonder poëzie? Nou, nee. Ik denk, kan natuurlijk daaraan denken. Maar ik is blij, dat is niet verbied. Nee, ik heb het gedaan op mijn plezier. Als je iets anders zou doen, wat zou dit wees? Ik weet niet, ik het ook was ook toe veronderstellen om een beetje aanleg te hebben voor tekenkunst. Ik weet, ik het graag portretten getekend van, vooral van mijn klasmaats en zo van mensen, maar ik heb nooit les daarin gehad. Nie. Maar het was een belangstelling? Ja. Het andere kunstenaars, het sy hulle schrijvers was, of misschien beeldende kunstenaars, een invloed op jou werk gehad? Ik weet niet, ik was een rechte, altijd met mijn neus in een boek als ik kon. Ik onthoud nog, want toen ik opgegroeid is, ons niet eerst elektriciteit in die dorp gehad. Nie. Ja. En, ze zit s'avonds met de kers bij toe gegaan. En ik verbaas mij dikwijls dat ons niet de huis afgebrand is. Want ik weet, als jouw ouders in die gang lopen en hulle vermoed daar ligt, dan hulle altijd voor jou kom bestraffen. Of nou, niet bestraffen, maar ik bedoel, sê, jy moet dadelijk die liggen. Maar ik onthou nog goed dat ik zo geleerd met de, om die laken zo te houden dat die ligt niet in die gang skyn en ons so leen lezen. Betekent zo aan die slaapraak ook. Ja, ik onthou, ek het nog met een flits onder die komberse gelees, nachts. O ja, ja. Ja, onder die komberse, ja. Ja, ja. Dat is toch vreemd, want nou sal mens iedere kind aanmoedig om te lees, en destijd was ons dikwijls ontmoedig om te lees. Ja, ja, en my ma het nogal streng reels gehad, door anders, dat ons, as hy het gedink, kinders moet genoeg slaap krijgen, dat het belangrijk was.
Jy het toe inderdaad ook vier kinders gehad. Ja, ek het hulle nog. Ja, ek meen, ja. Ja. Wat ek bedoel is, het moederskap natuurlijk vir jou gekom? Ek denk so, ja, ek weet nie, ek het dit maar gebeur. Dit was, en ek was blij dat my derde kind was een seun, die ander drie is dochters. Mm. Omdat ek nooit een broer gehad het nie, ek het nie gedink as een seun. Ek onthou nog so goed, echt toe my seun geboor is toe. Maar dit was toe in Johannesburg en ek het Engels sprekende, wat noem jy dit? Midwife, ja, vroedvrouw. Ja. Maar die dokter was ook daar, want toe sê vir my, sê, it's a boy, toe sê ek, is it really a boy? En toe sê die dokter toe, ek denk om een beetje om my te plaag, of te terg, toe was hy vir so'n paar oomblikke stil en toe sê hy later, if it's not real, it's a jolly good imitation. De spitsvondige dokter is ja. Kan mis nie dikwels. Ja. Mevrou Eybers, wat het jou laat besluit om te verhuis uit Suid-Afrika? Ek het, ons was ook bevriend met die Greshoffs, of jy weet, Jan Greshoff en Artie Greshoff, sy vrou, weet jy. Ja, ja, dit was natuurlijk voor jou tyd. Die het hulle, in die oorlog het, was die lewe natuurlijk moeilik hier in Nederland. Baie, ja. En ons het ook nogal gereeld een beetje geld versamel en so om na Nederland te stuur. En my eerste bundeltje het hier ook een beetje aandag gekry, sy recensies en so. En toe het hulle, ek weet nie meer van wie nie, maar toe het ek een aanbod gekry om hier te werk as een om te vertaal uit Nederlands en Engels. Toen ek dit vir een tyd gedoen, ek het een paar proefskrifte vertaal in Engels onthou. O, in Engels, nie in Afrikaans nie? Nee, dit was... En jy dan natuurlijk met jou jongste dochter oorgekom? Ja, het is waar, ek het met my jongste dochter gekom, want sy was toe een klein, ek weet nie, 6 of 7 jaar oud. Ons het nog Nederlandse buren in Johannesburg gehad, of mense wat na by ons gebleid, en die het een tydjie nog vir haar les gegee, ja. Sodat sy kon, sy het hier direct in school gegaan, en dit het nie moeilik. En sy het gelukkig makkelijk geleer, dus ek weet aan die eind van die laarskool was sy een van my van drie kinders uit haar klas, wat sonder toelatingsexamen na die middelbare school kon gaan. En sy het natuurlijk baie gouer as ek Nederlands goed gepraat, toe kinders, ja. Aap alles na. Ja, en, ja, inderdaad. Ja, as ons saam by vriende was, en as ons trouw, ons het toe elk in op een fiets gerei, ek het nie ooit toe gehad, nie op motor, maar ek onthou, sê, ons is skaars weg van die huis, dan het sy altyd begin, jy het dit gesê, en jy het dat gesê, en as het alles wat ek verkeerd gesê, dat sy onthou, vir my voorgehou, ja. Met die vingers getik. Nou, ja. Jy was ook vroeger jare met Albert Wessels getrouwd geweest. Ja. En jy is toe gesky en toe is jy in Nederland toe. Dit is waar. En wil jy daarna nooit weer trouw nie? Nee. Nee, ek het jarenlang hier een vriend gehad, maar nee, ek het nie behoefte gehad, want, tenminste, ek het nie gesien waarom zelf nie. Ja, want ja. Ek wou nie weer met een nieuwe gesin begin. Was daar ooit by jou een gemis aan Suid-Afrika? Ach, ek het natuurlijk die Suid-Afrikaanse klimaat al baie gemis. Ja. Maar in die begin het ek nog een hele paar keer teruggegaan met vakantie. Die trek na Nederland toe, wat het het gedoen aan jou verhouding met jou ouders, met jou familie? Was het nie toch zwaar om van jou ouders geskei te wees? Ja, ek denk hulle het verstaan. Mm-hmm. En ek moet sê, nadat ek weg is en geskei toe het, my man moest nog vir sake in Engeland kom en had hy altyd vir 'n paar dae hierheen gekom, vooral om vir Jeanne, die ons jongste dochterkie, te besoek. En ons het gelukkig toch een soort vriendskaplike verhouding gehad, so dit was nou nie pynlik vir die kinders nie. En die ander kinders, het hulle agtergebly? Ja, toe het my oudste dochter in Londen gestudeer. En toe Jeanne en ek het 'n paar keer daarin gegaan vir vakantie. En Marita het toen net haar BA klaargemaak en ook in Johannesburg, toe het sy hierheen gekom, net op een bezoek, en sy het toe hier verlief geraak op een Hollander en hulle is getrouwd en toe het sy haar hier gevestig. Het ook nie baie jare geduur nie. Ek weet het nie meer destijds. Nee.
Nee. Mevrouw Eybers, het jy ooit die behoefte gehad om permanent terug te gaan Suid-Afrika toe? Ek denk nie, ek het nie gedink aan permanent terug gaan nie. Nee, nee ek, het die, ek weet nie, ek denk ek het die lewe hier vryer gevind en jy... En ek het gelukkig goeie vriende gehad nog in Suid-Afrika en my. Die leefstijle hier in Suid-Afrika is toch baie anders. Wat sou jy sê, waardeer jy die meeste van Nederland? Nou ja, daar was baie, was in die begin meer dinge wat ek gemis het. Ek het die, ja, ek het die Hollanders was veel reguiter en hulle het, hy koolde spijde spijde en hulle was nie, ons het baie mooier manier gehad en Suid-Afrika, vooral om mense se gevoelens nie seer te maak. Ja, dit was dit belangrik, is, ja. Ja, dit kan vir ons Suid-Afrikaners soms skokkend wees. Ja, ja, dit is, ja. Het jy ooit gewoond geraak daar? Ja, ja. Ach, ja, wat hulle. Maar jy het self nooit so geword, nie, het jy? O, ek weet nie hoe geword het. Gelukkig. Ja, nee, ek denk nie so nie, ek denk dit was vir my makkeliker om maar hoflik te wees, as om mense se gevoelens seer te maak. Ja. So, het is soort lafhartigheid ook, ja, dat jy nie wil risie maak nie. Wel, denk jy dis lafhartigheid, of denk jy dis eerder dalk fijngevoeligheid? Ja, fijngevoeligheid klink mooier, hè? Ja, dit is, klink beter. Ja. Dat die mens daar ook bietjie meer sensitief oor gestel. Ja, ja, die, ek weet toe ek hier gekom het, het mense soms vir my gesê, wat, jy moet toch so blij zijn om nie in een beschaafde land te wonen. En dan het ek altijd gevoel dat, wat er op zich is, hulle beschaafder is ons. Ja, gisterochtend, toe ek nie onmiddellik antwoord of ek koffie of thee wou nie, omdat ek een woord gesoek het in Nederlands, toe het die vrou omtrent op my geskree of ek wil koffie of thee. Oe. Ek gevoel, dit is toch onnodig, toch so vroeg in die ochtend om op my te skree, moet asjeblief nie op my skree nie. Mevrou Eybers, jy word beskryf as die grootste levende Afrikaanse dichter. Hoe laat het jou voel? Ek wonder. Hoe bedoel jy die beskrywing? Jy word beskryf as die grootste levende Afrikaanse. Niemand het dit nog ooit vir my gesê. Maar dit staan so? Ja, ek weet nie. Natuurlijk, Van Wyk Louw is betrekkelijk, tenminste, ja, toch betrekkelijk jong oorlede. Ek was hy al 60, ek weet nie. Ek kan nie onthou hoe oud was. Ja, en Ingrid Jonker, die was so... Baie jong. Ja, en baie ongelukkig. Geer, ek kon nie sê dat ek haar nou eindelijk as die grootste dichter beskou nie. Dit is toch een wonderbaarlike ding dat jy beide hier in Nederland en in Suid-Afrika gelijktydig gepubliseer word en gelijktydig gelees en waardeer word. Jy word in al twee lande erken as een van die grootste dichters. Dit is ongehoord eindelijk, want selfs NP van Wyk Louw en Breitenbach het hier gepubliseer, maar dat is vertaalde werke. Dit moes vertaal word waar jou werke nooit nodig was om vertaal te word nie. Ja. Hulle publiseer nie in Afrikaans in Nederland en word aanvaar nie. Nee. Wat sou jy sê, waarom is dit so? Waarom is dit nie nodig om jou werke te vertaal, om het verstaanbaar te maak nie? Ja. Daar is so'n toegankelijkheid in jou poesie. Ja, kan ek moeilik hoor, ja. Jy het toch die weghoek gebaan vir vrouwe om oor diep emoties te dig. Is dit een thema wat jou fascineer? Ach, die, jy het natuurlijk in alle letterkundes vrouwe, miskien meer, iets meer emotionele poesie. Christina Rossetti, is een bekende geval. Weet jy, maar my geheue word swakker of luur, woorde ontglip my, ek kan nie, en ek is ook nie gewoond om te praat oor poesie nie. Ja, ek het gelees dat jy nie graag praat oor jou werk nie. Nou, dit is ook so. Ja, ja. Ek het al baie gewonder, omdat ek nou self nie skryf nie, of as jy een gedig skryf, of dit spontaan kom, of is dit een slypingsproces wat jy deurgaan? Ja, dit moet, daar is natuurlijk altijd een element van verrassing, dat jy kry ingevings wat jy moeilik kan verklaar. Dit is toch iets. Dit is seker nou wanneer hulle praat van die muse. Ek neem aan van wel, ja, daarom. Ja, partij dichters doen dan baie geheimsinnig daarom. En jy het ook die PC Hoofdprys gekry. Dit is waar, ek denk dit was in 91 het ek dit gekry. Ja, dit is een besondere eer, want dit is die hoogste literaire
prijs wat een mens kan ontvangen, is het niet? In Nederland. Nederland, ja. Ja, ik denk dat dit wordt zo min of meer beschouwd. Als... Ja. Was je verbaasd? Ik was grotelijks verbaasd. Maar toch blij? Ja, ik was zeker blij, dit was een eer. Je hebt ook al die groot Zuid-Afrikaanse literaire prijzen gekry. Jy het, ek denk, dit was 2 keer die Herzogprijs en 3 keer die CNA-prijs en erepennings en allerhande dinge. Hoe voel je dan als iemand soos Joan Hambidge sê, en ek lees hier wat sy gesê het, sy het gemorgen gesê, is het nou werkelijk regverdig om my eibersbundel keer op keer te bekroon, waar sy lang al voorbij haar glorie is? Hoe voel je dan? Ach, nou ja, dus elke keer het recht op sy idees, maar ek het Joan Hambidge nou nie as een groot deskundige beskou op die nekening. Sy was vooral baie, wat is die woord, ja, vertoonsigtig het ek gedink. Inderdaad. Maar zulke dingen raak jou niet eindelijk nie? Nou, ik was enigszins verbaasd, maar ik moet zeggen, misschien is ik te verwaand, maar ik het niet. Dit ernstig? Nee, ik het niet gedink, sy is nou die een naar wie ik zal gaan om uit te vind wat ik werd is nie. Is daar een gedicht wat voor jou bijzonder goed is? Nee, ach, weet jy die vers, Maria het baie opgang gemaakt destijds, net omdat ik nog op school was toen ik dit geskryf het. En dit was ook veronderstel om katholiek te wees en niet goeie protestants. Nie, ja, dit was sommige mensen zijn bezwaar daarteen. Ja, maar toch, dis steeds geliefd en is steeds een goede gedicht. Ach zo. Ja, zo. Ja, dus, Iwers het jy aan een snaar geraak. Is jij op hoogte van die literaire polemieke in Zuid-Afrika? Ik vrees... weet jy, in die eerste plek my oë is sleg, ek kan nie veel lees nie. Lees nie, ja. En ek teken in op die Times Literary Supplement. Dit vind ek baie interessant. Wat omtrent die polemiek oor die voortbestaan van Afrikaans? Ja, ek weet natuurlijk nie wat nou sal gebeur, of daar nie minder aandag aan Afrikaans beskou word onder die swart bewind nie, maar dit is ek nie seker van. Ja. Ek het bijvoorbeeld vir Nelson Mandela ontmoet toe die koningin hom hier het nie aangebied het. En was, ja. Ek het toe die eer gehad om ook uitgenooid te word en ek het, dit was regtig een baie interessante man. O ja. Ja. Hy was... maar alles wat plaasgevind die aand hier op met die diner was deur medium van Engels. Engels ja, die Nederlandse koningin kan praat goed Engels. Maar, en toe ek, toe kom iemand later aan die tafel waar ek gesit het en sê, Nelson Mandela het gevra of ek daar bij hulle kan kom sit. En toe begin ek ook Engels praat. En toen zei hij van mij dadelijk, hoe lijkt het mij, jy jouw moedertaal vergeet? Zo plat uitdrukken. Hij heeft Afrikaans geleerd in die tronk. Ja. En heb zo plat uitspraak gehad. Het heeft jullie verder toe Afrikaans gehad? Ja. Ja. En maar hij was toen net onlangs getrouwd met zijn tweede vrouw. En zij was die weduwe van Mas. Ja, haar naam is Grace Marshall. Ja, dat is waar. Ja. Ook een baie interessante vrouw, maar sy het geen Afrikaans geken nie, want toe ek het tussen hom en haar gesit en toe begin ek met haar ook Afrikaans praat, toe sê sy vir my, I'm so sorry, but the only European languages I speak are Portuguese and English. Ja. Nou ja, sê, en dit was natuurlijk toe die einde van die Afrikaanse gesprek. Ja, ek het nie probleme gehad met Engels nie, want my moeder het met ons meer Engels als Afrikaans gepraat. Sy het ook nooit geleer om goed Afrikaans te praat. Nie. Denk jy om te dig is verslavend? Verslavend? ja, dit is... jy kan sê, dit word een gewoonte. Ja, soos enige... Dit word een gewoonte. Soos... ek neem aan dat jy toch een beetje een speciale oor het vertaal, soos jy... Soos muzikale mensen vir muziek. En mensen met muziek aanleg die... die krijg toch die meeste vreugde in hulle lewe deur muziek te beoefen. Ja.
jaar geleden al gezegd dat jij wil ophou dig, dat jy wil aftree en rustig leven. Maar daar toch weer onlangs een digbundel verskyn. O, ja, het sal my nie verbaas nie. Ek onthou nie dat ek het gesê nie, maar het klink. Ja. Klink asof het recht kon wees. Dit, ja. Denk jy, jy sal nog een bundel skryf? Nou, ek weet wel dat ek het heel wat van my verse in Engels vertaal. En dit, die Cornelis Breitenbach het, ja, hulle neem. Wel het hoop as daar genoeg is vir een bundel om dit uit te geven. Engelse uitgave. Ja, en die laatste bundel van my het ek tweetalig, dit, want en ek het dit die titel was Winter Surplus, wat ook Afrikaans klink. Winter Surplus, ja. Is daar by jou een streven na een volmaakte strofe? Nou ja, jy moet maar kyk hoe die beste wat jy kan bekokstof. Lees jy soms ander werk wat jy werkelijk bewonder? Of lees jy een strofe wat jy denk, ek wens ek het dit geskryf? O, ek lees dikwijls een werk wat ek bewonder en wat ek beskou as beter as wat ek gedoen het. Maar, ach, dis nie kwestie van persoonlijke rivaliteit nie. Dus, Ek het eers gelees dat jy een kleintjie dood het aan mense wat reels lig uit anderse werk, of sal ek sê, steel uit anderse werk. Sonder om enige erkenning daaraan te gee. Dit gebeur soms, ja. Ja, ja ek weet, ek het ook af en toe het ek reel wat ek vroeger geskryf het in anderse werk tegengekom. En dan denk ek, verdorie, dit is dan nou vreselike... Plagiaat, ja. Ja, plagiaat. Jy word ook dikwijls vergelyk met Emily Dickens. O, dit is een groot eer. Ja. Bewonder jy Dickens? Ja, ja. Ek het haar, jy weet, sy het eerst lang na haar dood eindelijk bekend geraak. Maar ek weet, ek onthou nog goed, Uyskriege het my vertel van haar. Dit onthou ek nog goed. Van jou laatste gedigte, skryf jy dikwijls oor ouer word, oor die dood. Kry jy sterk reaksie, kry jy reaksie van mense daarop, wat miskien hulle self een voel dan? Ja, dit sal wel eens. Dinge wat jy maar doen om het bietjie van jou af te skryf, denk ek, ja. Bietjie weg te hou. Ja. Ek het ook gelees, Iwis, dat jy verkies om een digteres genoemd te word en nie een digter nie. Ek wonder. Ja, ek vind dit een bietjie belaglik om skielik te praat asof die vrouwelike vorm minderwaardig is. Ek kan nie sien waarom nie. Ja, ek weet, het is vooral, daar was bekende feministe wat vooral nie daarvan gehou het om dat hulle, ja, of dat hulle beroep moet as vrouwelik aangeduid word, nie. Mm-hmm. Maar ek het miskien omdat ek nie een broer gehad het, het ek nooit gevoel dat ek minderwaardig is, nie. Tenminste, ja, my vader was baie teleurgesteld dat hy nie een seun gehad het, nie, maar toch, dit was... Dit, ja, ach mens, dit is maar net die toeval wat gebeur met bevruchting of het mannelijk of vrouwelijk wordt. Elisabeth, was dit jouw doelwit om verstaanbaar te dig? Nou wel genuanceerd en complex, maar toch altijd verstaanbaar. Ja, want ik hou daarvan om zelf te verstaan wat ik lees. Mm. Ja, en jy wil natuurlijk communiceren. Ja, jy wil graag verstaan word. En jy is ook nooit werkelijk beïnvloed door die postmodernisme bijvoorbeeld nie. Jy het altijd geblij by jou meer klassieke vers. Ja, ek denk, ek beskou die benamingen. Dit was ook net een kwestie van mode. Daar is mense wat vooral wil aangeer dat hulle progressief is en dat hulle nie vastsit in een of ander traditie nie. Was daar ooit thema's waar jy gevoel het dat jy dalk graag sou wou skryf, maar dat het dalk buiten jou ervaringsvlak val, of dat het net nie jou veld is nie? Nee, weet jy, dit kan ek eindelijk nie beantwoord nie. Ek het maar geskryf wat by my opkom. Mevrou Eybers, is daar nog iets in Suid-Afrika waarna jy verlang? Maar ek mis die klimaat, natuurlijk. Hoewel... Nog steeds? Ja, ek word nogal bietjie depressief as het hier daar aan mekaar druilerig is en reenachtig. Dis een mooi woord, druilerig. Ek ken dit nie. Ja, maar ek denk, dit is toch ook Afrikaans, of nie?
Is dat, ek weet nie, ek het al mooi gehoor, dit was een baie mooi woord. Oh ja, dank. Mense sê ook dikwels dat jy een soort van een tussentaal geskep het. Daar. Ja, dis waar, ek denk ek het... Ek wil vir jou iets vraag, en ek haar het eindelijk om het te vraag, want ek haar het as mense dit vir my vraag, maar is daar enige hoogtepunte in jou leven, goed wat uitstaan? Hoogtepunte, my leven? Nou ja, ek verbeel my dat ek heel wat ervaringen opgedoen het wat menselijk is, ek weet nie of jy is. Ek het een baie goeie vriend gehad, Riemke, ja. As ek nou moet sê, my liefdeslewe, as ek sê, dit was die hoogtepunt, maar... Hoogtepunt van jou liefdeslewe? Nou ja, ja, maar... Liefdeslewe is toch belangrijk? Ja. Hoe is het vir jou om ouder te word? Ik denk, mense ervaar het verskillend. Ja, nou ja, dit is nie plezierig nie, maar het is aan die andere kant ook rustig. Daar's dinge wat jy nie meer na smag nie of trag nie, wat kan. ja. Ek het nie meer, ja goed, ek wil ook nie my familie seer maak nie, maar ek wil sê, ek het nie my kinderlijke geloof van vroeger behou nie, dus ek het helemaal geen behoefte om te glo aan een eeuwige leven nie, maar aan die andere kant, ek is agnostisch, ek sê maar ek weet nie, ek sal het moet leer en ek denk, ek verwag om dit te leer deur niks meer te ervaar nie, maar goed, dit ek het nie waarborg daarvoor nie. As jy gedigte skryf, skryf jy nog met die hand? Ja. Ja. En tik jy dit dan later? Nou ja, as ek miskien iets opstuur ergens en dan probeer ek om dit te tik, want my, ek weet nie, mens is altyd bang dat jou handskrif kan lei tot een fout van... Fout, ja. Maar jy het nooit computer begin... Ek is te oud vir die computer. Nee, ek geloof nie, is te oud nie, ek denk maar net, jy het nie behoefte daar. Nie. Ja, ek het nie behoefte daaraan, eigenlijk. Is daar nog dinge wat vir jou vreugde gee, wat jou gelukkig maak? Nou ja, mooie dinge wat jy sien, is maak jou gelukkig, en die vriendelijkheid van, ek bedoel, ek is blij dat ek goeie vrienden het, en... Het jy kleinkinders? Ek het kleinkinders, ek het achterkleinkinders, ja, ek denk ek het 12 kleinkinders. Maar, is jou wat? Ja, of ek hoop nie, ek weet nie of ek nou oordrijf nie. My oudste dochter het 3 kinders, my tweede dochter het nie kinders nie, my seun het 5 kinders. Dat is al klaar 8, ja? Ja. En die, dan is haar derde dochter? Ja, Jean het 2 kinders, dus 10. 10. Maar ik moet die 11 of 12 hebben. En anders 2 van die designers lijkt mij net weg. Ja, ik het gelukkig, zover ik weet, nooit een klein kind is oorleden. Nie. Ja. Ja, dit is gelukkig. Ja. Maar mijn vader was 1 van 14 kinders. Maar sy ma het ook net nie oud geworden. Nie. Jy kan nie... Ja, ek denk een vrou moet toch skade lei as sy soveel kinders kry. Ja, ja, jy werk jou dood. Ja. Soos in Ierland waar ons nou was, omdat hulle katholiek is. O ja. Geweldig baie, so orrelpijpies. Ja, ja. Kan jy onthou toe jy eerst hier aangekom het in Nederland, wat vir jou daar die vreemdste was? Die mens is uitgesprokenheid, het my opgeval. Maar nie onaangenaam nie, want het was wel een bit embarrassing nou nie. Ja, ik is jammer, dat is ook een keer. Ik heb het vergeten om het anders te doen.
Die foto, is dit op Schweizer Renneke geneem? Dit was Schweizer Renneke, ja. Ek sien julle het rosette aan hier, so waarvoor was dit? Denk jy dit was 'n sportdag of? Ja, ek weet wel, daar was verskillende huise in die sogenaamde skool en dat hulle het, sover ek onthou, was ons dan seker in een huis. Ek weet nie, en dit is dan jy, ja. En dan dit is... Sybrand van die kerk. Die kerk. Ja, en dit was Louina Groenewald. En dan dit was? Louis Marie. Ja, hy was die beroemde Andrew Marie, was sy opa of sy opa grootje, ek weet nie meer nie. En hy is die beweerde kerel van daai tyd. Ja, ek weet. Louis Marie's pa was notaris, maar wat het ons het genoem? Procureur. Procureur op die dorp, ja. En hier is het nou weer dieselfde mense ja, hy het vir my gesê, dis dieselfde, ja, ek sou nie een van hulle drie hierop herken het nie, hoewel daar, ek onthou hom nog baie goed. Ja. Hy was, maar die vrouwens is my nog meer herkenbaar as die mans, ne? Ja, maar ek kan nie, ek onthou haar baie goed vir Louina Groenewald, maar ek sou haar nie nou herken as ek haar ergens had. Die kom nie, is natuurlijk ook grijs. En dit is dan die brief wat Sybrand van die kerk, die eerstheidse administrateur van die Transvaal. Het hy vir jou die foto's gestuur ook? Ja, maar hy het vir my gevra of ek een foto van vandag het vir hulle, want hulle is die enigste vier wat nog oor is van die klas, of miskien, ek weet nie of hy die... Hy sê, die 1931 foto is saamgestel door Daantje Dietriks en Dora Bester weg te laat van een foto waar jy, ek en Louina moest bijstaan zodat hulle twee langs mekaar afgeneem word en Louis in te skandeer waar hulle twee gestaan het. Sien, hier is die aparte fotootje van Louis. Ja. Natuurlijk wat hulle nou achterna hier in gesit het, ja. So hy was inderdaad nie op hierdie dag op hierdie foto nie. Kijk, hy was op een aparte foto. Ja, nee, dit is seker. So al wat hy sê, dit is al wat hulle kon gekry van hom. Waarom het hy dit vir jou gestuur? Ek wonder, ek weet nie of ek sy eerste brief bewaar het nie. Hy sê die bietjie kontak, jou stem, jou foto was amper soos weersien na amper 70 jaar. Ja, ek stuur Louise foto's ook saam. Julle was, sê hy, van graad 1 tot matriekklas, maar sê hy ons was. Nou, sy skryf ook ergens, ek denk in die brief dat hy het een klein seun wat nou werk in België, en die het hy opdracht gegeen of met ook moe kuier, maar hy denk hy sal die tydje nodig hee om sy moed by mekaar te skraap. Dit is dan seker sy brand hoe hy vandag lyk. Dit moet wees, want hy sê ek stuur die foto ook van Louis en hier is Louise foto's so... Ja, dit moet wel Sybrand wees. Ja, ek weet, hy was... Ek het hom een mooie seun gevind. Ja, en jy sê hy was ook so knap met wiskunde gewees. Hy was uitstaande knap met wiskunde. In hierdie gedig praat jy van die avontuur van oud word. As jy nie omgeen, sal jy dit vir ons lees? Ja, seker nie so... Voorland, een vreemde land en uitheemse gebeure, strak gezichte, onthuisbringbare geure, een rinkeling om naar die voordeur te kom, achter die kier een lang donker kolom, hoog geknoopte zwart jas wat tot zwart skoene strek, zwart slaprand hoed laag oor die oe getrek, diep dreuning uit katakombe gewelwe, ek ben van de mot en de houtwormverdelging. My verskrikte repliek bespotlik oorbodig. Dankie meneer, maar ek denk nie, dis nodig. Hy gluur ongeloofig, een roggelende sug. Met een knik van minachting trek hy om terug. Meer dan 30 jaar later een hartwankeling stroom. Wanneer klink die gerinkel, waar bly die fantoom? Wat roep hulle voor die mistroostige geest? Nog nooit so ver van my aanvang gewees. Dit is een wonderlijke gedig, juist oor die heerlijke stikkie humor wat my so onverwachts vang in die middel. Ja, nou goed. Uitsig op die kade. Nauweliks vertolkbaar wat hulle my vertel. Spreeuws, eksters, meeuwe, eende, kraaie,
al die ijverige dagloners van die wal, die rijer zo afgetrokken opgesteld. Ik mis mijzelf steeds minder. Ik bedoel, als steeds meer buitendingen mij gaan boeien dan sintels van inwendige gevoel, tintelt het of ik zelf afstotend groei. Vermindering neemt waarneembaar toe. Ik hoop om te voldoen aan omgekeerde bloei en leeg genoeg te loop om vol te loop met wat vanuit hier buiten binnenvloei. Voel je soms vervreemd van jouw gedichten? Hoe voel je weer jij kennen als je nou, leest? Ik moet zeggen, ik kijk eigenlijk nooit in die vroeger. Volle maan boe Amsterdam. Eenmaal was ik een moeder. Nu onthou ik daar die her en der verspreide vier. Een in Johannesburg en Windhoek een, die oudste aan die cipres verskanste see. En die laatste naaste in Noord-Italië met man en kinders in een alpenhut. Ik vraag mij af of die pasgemunte maan, embleem van excentriciteit en trouw, zilver sibori van herinnering, wat blindelings hier die liederlijke stad opknap, sy weldadige glans laat zeevier. Een uitgestrekte rasterwerk beslaan, uit lengte en breedte grate, een gebied boetseer, vanaand hulle oogopslag afdwing, aan elkeen een onvervreembare heden bied. Denk je Amsterdam is een liederlijke stad? Het is misschien nou een beetje beter, maar in Zuid-Afrika het ons toch in die, zelfs in Johannesburg gesoord, die kinders is aangemoedigd om papieren langs die straat op te tellen. Een beetje, en ik heb het hier vreselijk slordig gevind. Jezus zei dat het juist andersom vindt. Je zal vinden dat Johannesburg bitter slordig is en Amsterdam baie skoon. Ja, ik 19 bundels, dat is een enorme werk, dat is een levenstaak. Ja, eindelijk wel. Ik heb, Mevrouw Eybers, op hierdie program plant ons graag voor elke gast een boom. En ons kan natuurlijk nou nie vir jou boom hier in Amsterdam plant nie, so ons gaan hom in Johannesburg plant. Maar omdat die boom een soort van een symbool is van jou en van jou leven, wil ek graag hê jy moet vir my sê watse type boom ek moet plant. Want het is belangrijk dat jy met die boom associeer. So as jy vir my nou sê watter boom ek vir jou kan plant, dan plant ons hom vir jou in Johannesburg. Ek is amper geneig en dit is so vreselijk banaal om te sê een bloekomboom. Een bloekomboom? Ja, maar dit is so een typische boom van Schweizerreinicke. Ja, of een wilgerboom. O ja. Ja, ik weet niet, die akkerboom, eikenboom is meer iets voor die Kaap, denk ik. Ja, maar dat groeit toch ook in Johannesburg? Ja, nou, dat is natuurlijk een baie mooie boom. Dat is een mooie boom, ja. Mooi boom, ja. Ja, akkerboom is, zou ik zeggen, een poëtische boom. Ja, eikenboom is baie poëtisch, denk ik. Ik denk ook zo, ja. Nou, maar goed, ons sal dan vir jou een akkerboom gaan uitzoeken. En ek sal vir jou laat weet waar hy staan. En dalk een foto stuur van hom. Alsjeblieft, ja. Nou, ek sal, dis die ervaring wat ek nog nooit gehad het. Nee, ek vind het een prachtige idee. Ek wil sê baie dankie vir die tyd. Het was wonderlik om vir jou te ontmoet. Ja, dit is my plezier, ja. En gezondheid. Nee, te verleef, maak het dan. Dit was gezellig, ja. Ja. Nou, vir allemaal. Somer en herfst en winter trek in wye onafgebroke wisseling deur die land. Maar sy bly draer van die lente, want liefde het haar verhef oor die getye. Haat en verwoesting plant 'n lamp vervla in 100 stede, en oral sink die nag. Vir haar op wie ook bloed en worsteling wag, klink nog die lied van vrede en welbehaar. Die uitgeteerde ruiter neig sy sens, en aarzelend voor die klaarheid van haar blik, erken selfs hy sy heerskappy se grense. Lieve mevrou Eybers, hier terug in Suid-Afrika het ek nou jou akkerboom vir jou geplant. Mag hy groot word en mag hy ewig jou naam dra. In haar, wat die onsterflikheid bewaak, ontkiem die toekoms in die flou getik van lewe, wat voorwereldlik ontwaak. Thank you.